Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een nieuwe video. Eindelijk weer wat FIFA 23, sorry, want laten we eerlijk zijn, FIFA 22 is dood en begraven. En vandaag hebben we de top 23 ratings gekregen van IE. En normaal gesproken zie ik hier natuurlijk lekker in mijn eentje, in mijn loonsam. En vandaag dacht ik, we gaan er even naar kijken wat er goed is en wat slechter. En ik dacht, dat doen we niet alleen, dat doen we met deze man dat ben ik, dat ben ik. Ik was mijn arm al in de lucht aan het gooien van kijk eens naar deze man, maar dat ben ik. Ik ben Jitze. Hey, leuk dat jullie kijken jongens. We, we gaan dus naar de top 23 spelers kijken en we hebben Mark vandaag voor de, de, de technische kennis. Hè. Welke spelers moet je dan nou gaan gebruiken? Zijn er nou goed en welke niet? En ik ga jullie heel, Ho vaar, heel echt haarfijn uitleggen. Welke kaarten je wel niet in SBC's moet gooien. Dus dat is een beetje de dynamiek van vandaag. En dan weten jullie het ook. Jitsen gaat je uitleggen hoe je in 10 dagen de beste road, uh, road to Glory kan maken. Als je één ding van hem kan leren, dan is het hoe het in korte tijd het best mogelijk kan. Dat bedoel ik. Uh, ik wil net zeggen. Maar uh, we hebben de 23 en ik, weet, ik wil deze video niet uh, podcastachtige lengte maken. Dus ik dacht laten we gelijk nummer 23 erbij pakken. Dit keer, dat is dit jaar dan Marquinhos. 88 rated uh, Work rates hebben ze er niet bij gezet dan. Maar ik ga ervan uit dat dat prima is bij hem. Ik, ik denk zie zeker... Uh, ik zie, Mark, ik moet je toch even onderbreken. Ik zie hier staan attacking work rate medium. Defensive work rate high. Oké, okay, ik ga even doen alsof ik niet een bril op heb. En, uh, en dat <laughs> niet zag. Uh, <laughs> nee, maar normaal hoog dus. voor hem is uitstekend. het uitstekend. Het ding met hem is... Ik denk dat door dat nieuwe campsysteem... Dat hij misschien wel nog duurder kan worden. Ja, yeah, hij wordt nog, nog makkelijker. Nu, ja, en Brazil als algemene nation... Yeah. Maar oprecht gewoon inderdaad normaal hoog. Prima pace. Lijkt 79, goed zat. Ja. Uh, verdedigende stats, top. Kijken wat is uithoudingsvermogen. Ja, 82 ook prima. Ja, we weet ik de, deze... Het nadeel is dat niemand deze kaart in het begin gaat kunnen dokken denk ik. Nee, je moet hem pekken. Ja, want zeg maar ondanks vorig jaar dat die markt natuurlijk compleet dood was door FIFA-punten en zo. Ja. Zeg maar, hij, hij is supergoed en heel erg populair. Dus je weet gewoon dat... Hij is niet, niet, niet eens beter geworden qua stats eigenlijk. Hij heeft... Vergeleken met vorig jaar, want dat hebben ze er dus bijgezet, dat is nice. Hij heeft 1 minder physical, 2 minder pace en 3 meer shooting. Maar wel een rating omhoog, dus vraag me niet hoe dat werkt. Maar het is wel gewoon een kaart waar iedereen een moord voor gaat doen. Ja, weet je wat ik zou zeggen? Lekker inleveren in de Haaland SBC, jongens. Als je een pack gewoon lekker inleveren in de Haaland SBC. Aangezien Haaland twee plekken erboven staat, wil ik nu alvast vragen: hoeveel players of the Man gaat Haaland dit jaar krijgen, denk je? Ja, ik denk echt gewoon 12. <laughs> Ik denk, ik denk dat hij best, als het, als het normaal gaat en hij niet doodgeschold wordt, kan hij er best vier halen, denk ik, op een gegeven moment. Op zijn moment. minst, op zijn minst. Ik denk dat als hij do ja, doorzet wat hij nu in het begin van het seizoen doet, dan wordt het echt ja, insane. Het blijft fanvote aan het eind van de dag, hè. Ja, Maar um, ja, ja. de volgende is, nou ja, ja, eigenlijk, ik heb, ik, de enige keer dat hij gebruikt wordt is dat hij een paceboost krijgt, maar het is Tony Kroos. Uh, die kennelijk zes plekken hoger staat in de top, god mag weten hoeveel dan vorig jaar, hij is nu de 22 e ja, maar het ding is, ja. hij heeft nog steeds gewoon... Hij heeft 53 plays. Ja. Ja, gewoon niet te gebruiken, denk ik. <laughs> dat is... ik, ik, ik ben een big fan van hem. Dus het feit dat hij min één passing heeft... Terwijl hij de al de hoogste passing accuracy in de Champions League. Ja. Uh, ja, daar vind ik dingen van. Maar kijk, het boeit mij ook geen reet. Want ik ga hem niet gebruiken. Like, zelfs in de eerste week ga ik hem niet proberen. Nou, weet je, ik, ik kan aanraden aan iedereen... die zeg maar squad battles wil gaan spelen. Weet je, gebruik hem lekker als je hem dan pakt of zo. Want dan ja, boeit het toch niet. Sta, ga lekker stat boosten met hem, maar maar uh, zodra je online gaat spelen is ook hem echt heel snel verkopen en gewoon uh, ja, ik veel 83 reden uh, of 84 valverde die wordt ook die wordt echt goed denk ik die kaart is kaartjes nog steeds underrated trouwens ja sick hè zo maar ja. goed die staat niet in de top 23 mark waar hebben we het over de volgende Want speler de top 21 Erling Haaland 88 uh, eigenlijk niet heel gek nou ik. Now... ik denk dat mensen hadden gezegd hoger ja maar hij was hij was vies veel geblesseerd vorig jaar. Dat, dat is het enige ding wel. De like, cijfers waren sick. Alleen, EA is best wel al vaak. Als spelers lang geblesseerd zijn. Ja, dat dat ze of een downgrade krijgen of een upgrade. Hij is, heeft vier ja, meer defendingen vorig jaar en één minder physical. Dus dan dan krijg je ze niet. vaak een, een downgrade. Net als Ferse van Dijk, of niet? Maar... Ja, nou, kijk, ik ga je eerlijk over. zijn. Hij heeft 3-3 kennelijk. Uh, <laughs> ja, nee, en met 80 dribbeling. Ja, ik, ik wil het zien hoor. Ik ben je, benieuwd hoe dat gaat zijn. Kijk, ik vind zelf, als, als ik kijk naar Haaland, ik denk qua dribbeling, ja, weet je, hij is gewoon groot. Hij is een beetje lomp. Um, hij is zo. Maar ja, als ik, ik, hij zou op zijn minst wel een vierster Weakfoot moeten hebben, denk ik. En hij mag ook echt wel iets meer dan 80 dribbeling hebben, toch? Ja, maar ja, Dennegan, dat krijgt hij dit jaar in meer dan overvloed, dus. Ja, wat en ik, dat op zich, ja. dat is een simpele. Dat is een simpele. Ja. Dan de volgende is, nou ja, eigenlijk heel kort, want dat kan ook heel makkelijk, is Jan Oblak. die ja, is prima. Min 2. Had, had nog lager kunnen zijn oprecht? Hij ja. was statistisch gezien, geloof ik, de slechtste keeper. Of de één. Hij was in, in Spanje, geloof ik, de top drie slechtste keepers. Ik wil eigenlijk naar nummer 19 gelijk, want die vind ik leuk. Oh ja, die Kante, is leuk. Min 1 rating, maar het voornaamste, min 6 space. Ja, ik moet zeggen, sowieso hoe ze die ratings doen elk jaar. Het slaat echt nergens op. Ik bedoel, je hebt uh, Marquinhos die eigenlijk alleen maar belangrijke stats verliest. en een plus 1 krijgt. Ja. En je hebt Kante die krijgt maar een één downgrade. Terwijl die, wat is het, uh, bijna 10 stats verliest. In totaal, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. ja Weet je wat is met mm -hmm. Kante? Hij heeft al, ieder jaar eigenlijk, sinds, sinds dat kampioenschap met Leicester... ...heeft hij een gigantisch hoge kaart. Ja. En heeft hij stats die echt gewoon dramatisch ja. zijn. Ik, dat ik echt het denk van, hoe is dit een 89 graded? <laughs> nou, waar, ik, waar ik dus echt een hekel aan heb inderdaad... ...is dus bijvoorbeeld kijkt naar heel veel van die kaarten. Maar sommige stats zijn wel goed. Maar bijvoorbeeld het ding met passing is, volgens mij... ...is dat curve uh, telt heel zwaar mee. Ja. En voorzetten ook. Dus jij kan kanonhoge vision, long en short passingen, hebben. Maar je passen kan nog steeds shite zijn. Wat betreft zijn pace, ik bedoelde dat wel terecht. Het ding met hem is, hij is gewoon heel veel geblesseerd nu. Ja. Hij heeft vorig jaar, geloof ik, echt 33% van alle wedstrijden gemist. Dat is heel veel. Uh, ja. Al, ja. Als hij speelt, is hij nog steeds heel goed. Hij is Waarschijnlijk nog steeds top 3 op zijn positie. Maar ik snap hem op zich wel. Maar hij wordt wel minder populair nu. Want zijn ding was altijd dat hij zieke verdedigende stats had. Hij kon niet pasen. Waar hij kon rennen en die bal afpakken. Je, maar nu kan die, hij wat minder rennen. dus. Ja, in vorige FIFA's, als je, je die Braziliaan. volgens mij was het Ramirez van Chelsea ook. Oh ja. Dat, dat was een blijven. beetje wat Kante was. Weet je. Hij was super snel, ja. goede defending, goede physical. En, en dan is hij eigenlijk ideaal als een de middenvelder. Maar nu zijn pace kwijt is, zijn passing is ook niet zo hoog. Ja, ik, zie, ik zie mezelf deze kaart gewoon niet gebruiken volgend jaar. Dan hebben we Ederson. Die is dezelfde rating gebleven. Letterlijk geen verandering in de stats. Prima. Boeit mij geen reet. All for life. Ja. Uh, Harold Kane. Min 1 rating. Min 2 pace. Min 1... Wat is het? Dribbling? Ja, een, ja min 1 dribbling. dribbling. En min 1 physical. Ik bedoel, hij was fodder. Hij is... Hij blijft fodder. Die ja. gaat, niemand gebruikt hem. Weet je, je, ik had... Ik, kijk, hij heeft natuurlijk best wel veel assist gegeven en zo nog. Ik heb, dat zijn passing nog wel wat hoger ja, zijn willen. Passing best, ja, passing had best... Als ze zijn passing 85 of 86 hadden gemaakt, had ik niet eens boos geweest. Maar nee. de rest... Is wel gewoon terecht. Ja, zeker. Uh, dan hebben we Alisson. 89 nog steeds. Eén uh, ja. minder. Ik moet wel even kijken wat de keeper dat natuurlijk is. Handling Laten schieten bij en dat is bij hem natuurlijk niet. Handling is dan inderdaad. 1 uh, hoger bij kicking. 2 hoger snelheid, en dat is hem. Ja. ja ik, ik, ik vond hem vorig jaar de beste keeper in de game. Dat is hij waarschijnlijk nu weer. Samen met Courtois en Neuer. Ik bedoel, het is niet heel diep, toch? Het is een keeper aan het eind van de dag. Nee, ik, ah, ik vind hem er prima uitzien. Ik denk gewoon, ja, weet je, het doet ja? zijn ding wel. Lekker, handig, lekker, link lekker. Met uh, Marquinhos is het, hè? Ja, die hebben wat aan elkaar nu. Uh, ja. Dan Casemiro. De United-kaart. Ja, wat is het, Min 2 pace, oh, uh, weet Min 1 passing. Min 1 dribbling. Volgend seizoen zijn op. ze gedegedeerd. Dus dan uh, maakt dit toch niet meer <laughs> uit. Dat is een beetje mijn, uh, mijn blik erop. Flauw. Maar het gaat om United, dus ik accepteer hem. Uh, dan Kimmich. Jimmy geeft min 2p's, dus hij heeft nu 68. Het ja. ziet er gewoon nog wat minder uit. Like, 68 ja. en 70, het scheelt eigenlijk niks. Maar het is gewoon voor het visuele, weet je wel. 68 is gewoon wel ruk. Maar... En jij ja, hebt wel lekkere foods, dat is chill. Dat is welkom. Ja, ik gebruik hem bijna nooit, zeg maar. Dat is een beetje het ding. Like, ik, ik weet niet, ik was nooit... Koretska had ik altijd dan, als ik een boetesliga deed. En dan met Davies en Koman of zo. Zo, en die uh, krijgt dit jaar ook een goede kaart, trouwens. Moet ik ja, goed moet ja, zeggen. nu heb je... Koretska wordt ja, sick. Okay. wel, ja. Maar ook Mane, als je die nu kijkt. Hij heeft wel Zo. één minder pace nu en één minder dribbling. Nou, dat boeit echt niet. Wat ik niet. op zich best vreemd vind. Want ik vond hem wel nog steeds heel goed vorig jaar bij Liverpool. Maar alsnog, hij is nog wel eens deze wel 89. Dus boeien. Ja. Maar ja, dit, dit wordt wel een heel, heel goede kaart. Ik ben benieuwd hoeveel special cards hij krijgt. Vergeleken met Lewandowski. Want hij is toch minder marketable, zeg maar. Maar ja. voor de rest. Ja. Weet je wat ik, ik denk? Ik, no? ik denk dat dit echt een hele zieke kaart is. Oh, for sure. We zullen, we zullen ook merken hoe belangrijk Pace is. Ja. Want op zich de meeste kaarten die nog komen nu zijn niet de allersnelste. Dus, want bijvoorbeeld Son, die is dan zelf de rating gebleven wat ik eigenlijk semi crazy vind. Want ja, normaal gesproken zou ik me niet uitmaken bij een Spurs speler. Hij heeft twee meer shooting, mm -hmm. maar hij is nog steeds 89 rated. Maar dan heb ik zoiets van, joh, hij was vorig jaar topscorer de Premier League, gedeeld ja. met Salah en of geen David Kane was, uh, maar hij was gedeeld topscorer met één of twee anderen. Je zou hem oprecht 90 kunnen maken en ik zou er niet eens moeite in hebben. Maar het is een Spurs player, dus stik in. Nou, aan de uh, andere, kant, andere kant is het echt altijd een van de ziekste spelers in de game. Moet gezegd ja. worden. En als ik, ik deze hoop, kaart dus, zo zie. Met nog steeds 5-step Ja, dan denk ik echt van. Ja, deze zou ik echt in mijn team willen. En zeker nu hij die posities kan gaan veranderen. Weet je wel, ik hoop dat hij een position change kaart naar een spits of zo krijgt. Ik hoop het zo erg nou. niet, Want nu is die LW. Ik hoop niet dat hij alleen LW of LM heeft. Dat zou zo zonde zijn. Stel, hij krijgt nou, kaart. Ik, ik ben er kaart. wel bang voor hoor. Ik denk dat ik ben Son, er bang voor. Son wordt ja. denk ik een van de duurdere kaarten in de game release. In ieder geval de eerste twee maanden, ja. ja. Maar dan hebben we Neymar. Neymar is crazy. Want ja. ja, hij miste vorig jaar echt veel. Veel veel. En wat we net zeiden, de blessures maken uit. Maar hij heeft min 2 rating, min 4 pace. Min 1 passing, min 1 dribbling, min 2 physical. En op zich maakt dit me. Ik weet dat het leem is, maar het maakt me niet uit bij hem. Want hij is tot nu toe dit seizoen. Waarschijnlijk de beste speler. Ter wereld op dit punt. Qua, qua vorm. Ja, ik weet je bril. wat het is? De kaart doet me nu een beetje denken aan wat Marco Royce vroeger was Castets. Ja. ja ik wel? zie eigenlijk wel wat je zegt daarmee. Ja, ja. en uh, ik, ik denk dat... Want volgens mij kun je hem ook naar een cam gaan, gaan vervangen of zo. Nou... ik, ja, ik dat... zag dat wel in de leaks, ja. Dus ja. dat is wel... Uh, ik denk dat hij op cam echt uh -huh. briljant gaat spelen. Ja, dat, dat heb ik nu... Nee, ik heb dat nu natuurlijk met zijn 98 kaart, dus dat is dan wel anders. Ja. Maar gewoon zijn kaart met, met skills en weak food. Like, hij heeft vanaf het begin van de game 5-5. Het enige kut is, als ik bij hem kijk, is uithangingsvermogen. Eh, 79 valt mee. Kun je wel mee wegkomen. Ik weg denk komen. dat Messi lager zou hebben. Uh, um, zeker weten. Maar dan heb je ja, Neuer 90. Ik bedoel, prima. Hetzelfde als vorig jaar. Eigenlijk niks om aan te merken. Courtois is ook 90 nu. Uh, ziek terecht. Beste keeper ter wereld op dit moment. Dus you know, terecht dat hij daar hoog staat. Um, keep, ja, ik, ik wil oprecht Die hou ik kort, want keepers zijn niet heel spannend Maar wat wel spannend is Cristiano, uh, min 1 wat ik, ik, ik ga straight up zijn Ik vind dat schandalig Ja, echt, echt uh, absurd Beste Ik vind oprecht, wereld. ik weet Ik heb geen voorkeur, ik heb boeken en posters gehad van beide Maar ik vind dat ze allebei 91 hadden moeten zijn Maar nee, Winterspace Jawel Ronaldo nee, is met, echt, nee Sinds hij bij jawel. Manchester United speelt, wat heeft hij nou gedaan? Ronaldo? Wat dacht je van 18 goals in de league en een pauper team van je welste. Ja. Hij carryde dat team vorig jaar man. Kijk dit seizoen. Ja, hij, komt, hij, hij komt. amper aan spelen toe dit seizoen. Maar ja, kijk, maar ik vorig denk jaar, zelf. Kijk, hij wordt ouder. Is hij, hij is 37 al. Ja. Ik bedoel, dat is wel, dat is flinke leeftijd. Dan ben je er voor een ja. voetballer. En als je Tuurder. op je 37 nog 81 bezig hebt in het systeem dat de IE sinds wat is het FIFA 16 of zo 17 toepast. Dan doe je het goed. Ja, dan doe je het nog prima. Nu vind ik zelf persoonlijk niet dat die dat 6-P helemaal terecht was. En ik moet zeggen, de kaart ziet er ook meteen, zeker vanwege zijn dribbeling, uh, die nu echt ja. aanzienlijk minder is, gewoon veel minder aantrekkelijk uit. En ik denk ook echt dat. Ja. Nou ja weet je, we krijgen nog een aantal hele zieke kaarten. En ik denk dat Ronaldo een van de goedkopere wordt van het stel. Ja, vergeleken met zijn prijs eerdere jaren, denk ik ja. het inderdaad wel. Ja. Dan Virgil. Ja, die heeft sick. dus. En dat, dat ben ik het. Hij fucking lijkt, want het is nu het Nederlandse trots. Maar ik vind op. Ik vind oprecht, hij had 89 mogen blijven vorig jaar. Ik vond hem niet slecht, maar ik vond hem ook niet beter dan bijvoorbeeld een eerder jaar. Weet je wat het is? Volgens mij was dat vorig jaar, voordat die ratings uitkwamen, dat hij best wel een lange periode geblesseerd was. En dat zijn Ja, had toen hem die blessure toen ja. Pickford hem doodtrapte. Ja, toen. en toen was zijn pace was wat naar beneden getrokken en ze, ze hadden vooral zijn physical ook echt al wat naar beneden getrokken. Dus ik vind ja, het wel leuk dat dat weer een beetje teruggetrokken wordt naar wat het is. Ja, en de 90 ja. kaart is leuk voor het vaderland. Oh. En de kaart ziet er wel oprecht uit als een van de beste verdedigers in de game. Oh, for sure. Te kijken wat de split is voor pace nu. Ja, hij heeft, ja, dat is misschien een tricky ding. 91 sprintsnelheid, met 68 versnelling. Ja. Maar ja, het ding is, de eerste twee maanden van de game center back met 91 sprintsnelheid. Ja, komt wel goed. Plus hij heeft normaal hoog werktempo, wat nu super is. Uh, Houdt er gewoon is Joe mee. Link met elkaar. Ja. Prima. Dan uh, Mo Salah. Ja, 90 graded nog steeds. Met twee meer shooting. Oh, sorry, twee meer Pace. En uh, nee sorry twee meer shooting en één meer passing hij is omhoog gegaan Go oh wat stond ik toch in rating sorry ja. ik keek naar zijn pace vandaar ja nee plus één ja makes sense compleet ja, ik bedoel ja. dit seizoen althans zelfs voor eigenlijk stiekem tweede seizoen was het vorig jaar vond ik ja. hem niet zo heel goed meer uh, en dit seizoen echt complete kak maar het feit dat hij vorig jaar nog steeds gedeeld topscorer was en ja Liverpool kan niet zonder hem uh, fair enough like, ja weet je niet wat mij vooral opvalt is dat nu Mane weg is, dat Sala ook meteen praktisch onzichtbaar is. En... Ja, maar, de, maar ook gewoon dat, dat hele middenveld. Sorry, je kan niet in de Champions League starten met James Bond. <laughs> welk om, middenveld, Mark? Welk middenveld? Ja. <laughs> ik bedoel, ze hebben talent hoor, maar ja. je, je, je kan niet verwachten dat je met City meegaat met zo, sommige van de spelers die ze gebruiken. Maar ja, de interessante ja. die ik eigenlijk wilde doen, want dit kijk ik meestal uit: Messi, min 2, 4 ja. minder pace. Drie minder shooting. Shooting is volledig terecht op basis van vorig seizoen. Um, het ding is vooral, hij heeft laag, laag werktempo nu. Mm -hmm. Wat, again, ook niet onterecht is. Weet je wat ik heb? Kijk, we worden allemaal ouder. Ik merk het zelf ook. Als ik wakker word, s ochtends heb ik echt wel even last van mijn rug. Moet ik even wat yoga doen, even rekken en strekken voordat het er weer uit is, weet je wel. Fijn dat je me dit vertelt. En, <laughs> en Messi heeft nooit echt een hele hoge work rate gehad in het algemeen is ja, gewoon zo. Het inderdaad altijd normaal laag. Ja. Ik, en bij PSG, zijn eerste seizoen bij PSG, vooral de eerste helft van dat seizoen, was echt dramatisch. Nou zijn passing was nog steeds live en dat is het nu nog steeds. Als maar shooting een... is slecht, zijn shooting is slecht. En snel was hij inderdaad ook niet echt meer Kijk. vergeleken met wat het was. En dat mag, want hij is. Wat is hij? 35, 35? Ja, Ja. Ik bedoel, hallo, laat het ook even. Ik denk. Wat, ja? Dat. Uh, zijn passing hoger had mogen zijn. Want ik vind echt... De, tenminste, de rol die nu dit seizoen inneemt. Ja, dat is natuurlijk dit seizoen. Hè, dat telt niet echt mee. Maar ik vind echt... Ja. Zijn passing is echt on point. Nou, zijn mm -hmm, dribbeling yes. is nog steeds echt absurd. Dus dat is goed dat dat 94 is gebleven. En niet verder is gedowngrade. Is ja. En ja, zijn ik vind prima. De, Hij is inderdaad gewoon... Hij, hij is sloom. En hij heeft niet echt... Ja, werken index zoals bijvoorbeeld een Neymar op dit moment wel heeft. Nee. Dat is cool, want hij is 35, weet je wel. Like, ja. Laat hem lekker. Wie ja, zou je liever pakken, Messi of Ronaldo? Uh, ik denk Messi. Want ja, Paddy. Weet je wel. Ja, uh, 100% zeker. Pl ja, plus Premier League heeft toch wat meer pace spelers. En Messi kan ik waarschijnlijk op Cam gooien. Ik denk dat hij dat wel krijgt. Hopelijk. Of CF, weet je wel. Iets in die richting. Dus daar kijk ik wel naar uit. Ja. Uh, maar dan, Kevin de Bruyne. 91. Ja, top. 88 shooting. Uh, verdiende plus 2. De guy kan echt heerlijk schieten. Ik vind, hij is sneller dan 74, voor mijn dat Je had hem best 80 kunnen geven. Maar ik denk niet dat ie daar echt te veel naar kijkt. Want ie denkt gewoon van: we maken hem 91. We geven hem lijperdribbling en passing. Ja. En dan kijken de mensen toch niet verder dan dat. Weet je, ik hij, vind, hij is op. Ja. ja, ga verder. Ja, de pace. Daar struikel ik een beetje over. Hij is een beetje. Ja, nee, ik ook. Want hij is oprecht. Hij is. Hij is sneller dan dit. Hij is mijn favoriete middenvelder ter wereld op dit moment. Zo. Uh, maar ja, alsnog, het is wel een lijpe kaart. Ja, weet je, hij wat gaat, het is? hij gaat nog steeds mogen duur zijn. Perfecte kaart weer in het middenveld, hè. Redelijke defending, prima physical, echt hele zieke passing stats. En de rest is ook gewoon goed. Ja, hij is nu iets langzamer dan dat je hem liever zou willen zien. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft toch wel weer een team of vier kaart of zo, weet je. Wel? En dan uh, ja, joh. heeft hij weer prima gezet. Nummer 3, Kilianus. Uh, nee, ik laat dat tweede deel later <laughs> gaan slotten, Maar 91 graded. Ja. Uh, hij heeft een plus 1 in shooting. En een min 1 in physical. Weet je wat ik, ik denk? bedoel? Ik vind het. Nou? Voordat jij uh, helemaal losgaat op de kaart. Ik denk oprecht ja. dat dit, deze kaart is qua niveau zo gigantisch veel hoger dan alle andere kaarten die we hebben gezien in deze lijst. Ja. En vorig jaar ja. was het verschil al best wel groot. Maar nu het is het echt. Ja, we gaan een Mbappé krijgen die waarschijnlijk 3 miljoen coins of zo zou gaan kosten, denk ik. Ten opzichte, begin? nou ja, in ieder geval relatief gezien, ten opzichte van de rest. Het is, ik denk dat die drie keer zo duur gaat zijn als de, de speler die erna komt van de Rare Golds. Ik denk het wel. Ik denk dat die bijvoorbeeld veel duurder gaat zijn dan... Nou ja, laten we zeggen... Uh, nou ja, Neymar zal de nummer twee zijn, denk ik. Qua prijs. Ja, of Salah. Schokken. Ja, maar Salah heeft de Nation niet in zijn voordeel, denk ik. Zo nee, dat is zo Premier League en Liverpool, maar de Nation is ruk dan. Uh, maar oprecht, ja, de duurste kaart waarschijnlijk gewoon. Wat ik wel leuk vind, uh, is dat Lewandowski heeft er min 1. Met ja. drie minder pace en één minder shooting. En de reden dat ik... Ik heb hier geen probleem mee. Met, om één reden. Want hij had vorig jaar echt 50 goals of zo, toch? Fuck me veel, ja. De, het ding is gewoon... Je kunt hem niet hoger maken dan Benzema. En Benzema heeft al een plus twee. Dus of je maakt Benzema ook 92... En dat gaat misschien wat te ver. Mm -hmm. Of je maakt Lewandowski 91 en dat is wat ze deden. Ja, weet je wat ik denk? Zeg, het ik maar denk het. dat hij de downgrade heeft gekregen... Vanwege zijn crunchy TikTok-dansjes. <laughs> ik moet zeggen... Nou, like, TikTok op zich er zit goede shit bij soms, weet je wel? Maar ik heb wat dingen gezien van Lewandowski en dan denk ik, ik laat iedereen zijn baarden, weet je wel? Iedereen ja. moet lekker doen waar hij gelukkig van wordt. Maar ik zie zijn TikToks en ik denk dan van, <laughs> ik ga liever Keeping Up with the Kardashians kijken of zo, want dit uh, ja, is ook leuker. Vond... Oh shit, oh zo nee, geweldig. Ja, ja. Nou, hij was zelfvertrouwen, Moet je hem nou? Hij heeft zelfvertrouwen. Ja, het is leuk. Weet je, kijk, ik, ik moet een beetje wennen aan het feit dat hij bij Barsten speelt nog. Ik vind die combinatie nog een beetje gek eruit zien. Ik moet zeggen, ja. zijn dribbeling is best, best wel heel erg goed nog. Zijn shooting ook, zijn passing kan er wel mee door. Alleen... Hij is gewoon sloom. Ja, hij is gewoon echt heel sloom. En dus dat ik... vind ik het leuke aan Benzema. De, weet je, die heeft echt een prima upgrade gekregen. Hij verdient hem ook volledig. Ja. Me vier meer pace, twee meer shooting, twee meer passing, één meer physical. Uh, wat heeft hij? 4-4 inderdaad. Normaal, normaal is een beetje jammer, maar... De kaart is super. Like de... voor, voor een day one. Ik, ik weet dat heel veel mensen gaan zeggen: terecht hoor, dat hij niet snel genoeg is, misschien. En dat is fair. Ja. Maar ik denk tot, tot we de eerste promo krijgen. Dus nou ja, ge geef hem een maand op zijn minst. Afhankelijk van of je hem packt. Ik denk, ik denk dat je hier veel plezier mee gaat hebben. Sowieso. Goed, wie ben ik, weet je wel. Maar dat zijn uh, de eerste 23. Wat langere video dan normaal. Maar ik vind het leuk om inderdaad onze beide kijkers hier een beetje op te krijgen. Reacties en zo. Ja. Uh, als jullie nou zoiets hebben van: hé, hey, jullie willen deze beste man. En dat bedoel ik vooral Jitsen. Vaak hier langzamer hebben. Laat het dan zeker weten. Dat is natuurlijk hartstikke welkom. En dan... Uh, ja, ik zie jullie morgen weer. Vergeet Jitsen zeker niet te checken oh, natuurlijk. Maar de link staat er bovenaan in de beschrijving. En dan uh, zie ik jullie later. Mark. Bye -bye. Ik ben helemaal vergeten te zeggen welke kaart in de SBC moeten. Oké, okay, mensen. Laatste snelle uptake. Oké. Okay. Van deze 23. In de SBC's. Tunderaan. Tony Kroos. Ja. Oblak. Kante. Harry Kane. Casemiro. Kimmich. Uh, Neuer uh, misschien. Ja. Robert Lewandowski. En dat is het. Nou, de rest wordt prima. Okay. Ah, Ronaldo is so, uh, voller. Nou, mensen... Ik denk dat Ronaldo ook voller wordt. Oh mensen, jullie hoorden het hier first. Ronaldo is nu voller. Ik dank jullie voor het kijken. Uh, hou goed FIFA 23 SPC's in de gaten voor dit soort voller. En dan zie ik jullie later. <laughs> later.